Een hele dag genieten van het moois wat Schiedam te bieden heeft. Dat is wat de geboren en getogen Schiedammer Rob van der Stel op persoonlijke titel wil bereiken met zijn stadswandeling. Op deze wandeling gaan de deelnemers langs diverse kenmerkende plekken van de stad. Ik ben Rob van der Stel. En functie, ja, ik ben een paar jaar geleden gestopt met werken. En ik ben nu mijn dagen aan het vullen met stadswandelingen door Schiedam. En zoveel mogelijk proberen Schiedam te promoten. Ik haal de mensen op bij het station en dan wandel ik langs het Proveniershuis. Dan gaan we een heerlijke kopje koffie drinken in het stadhuis. Vervolgens lopen we langs de Lange Haven en dan gaan de mensen een goed uurtje varen op de fluisterboot. Als ze daar vandaan komen, dan neem ik ze mee de Molen de Walvis in. Dan doen we een rondleiding daar. We bezoeken ook de Bali. En vervolgens gaan we dan natuurlijk, Schiedam ja, is daar wel bekend op, naar het Jenevermuseum. En dan geef ik ze weer een uitleg over de branderij en een stukje museum. En vervolgens gaan we daarna uiteraard eventjes een heerlijk drankje nuttigen. En als dat allemaal achter de rug is, lopen we nog over de Hoogstraat en verschillende leuke punten terug naar het station. En dan hebben we een dag gemaakt van 10 tot 4:30. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om mensen, zeker van buiten Schiedam, kennis te laten maken met onze hele mooie stad. En het leuke is eigenlijk, als ik zo'n hele dag met ze heb gewandeld, dat aan het eind van de dag mensen zo enthousiast zijn. En sommigen zelf nog wel eens een keer terugkomen naar Schiedam. Ik ben er vorig jaar eigenlijk begin augustus mee begonnen en ik heb het vorig jaar 7 keer gedaan. Ik ben toen gestopt omdat de fluisterboot niet meer vaarde en dat vind ik toch wel een heel belangrijk en essentieel onderdeel in de stadswandeling. En vandaag ben ik weer voor het eerst begonnen en er staat alweer een tweede opstapel. Maar ik denk dat ik zeker elke maand 1 tot 2 van deze wandelingen maak. Naast de wandelingen die ik ook doe naar Nolet of een fotowandeling of andere zaken die ik in Schiedam, hoofdzakelijk in Schiedam, organiseer. De kosten probeer ik zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld deze stadswandeling, als mensen een museumjaarkaart hebben of een Rotterdampas, dan betalen ze daar €25 voor. Daar zit dan bij het kopje koffie, de fluisterboten, entree voor de verschillende musea. Maar ook de lunch die ze, nu dat wij hier staan te praten, aan boord van de fluisterboot hebben. En daarna nog het drankje. Als mensen helaas niet in bezit zijn van een museumjaarkaart of een Rotterdampas, dan moet ik natuurlijk ook de entree voor de musea in rekening brengen. En dan kom ik dit jaar op €38 voor een hele dag. Dat betekent ook dat eigenlijk wat ik eraan verdien helemaal niks is. Ik doe het puur voor een kostprijs, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Het is een beetje mijn hobby en wat ik al net al zei, het promoten van Schiedam.